kunnen wel wachten tot mensen ziek worden en problemen krijgen, maar we kunnen het beter voor zijn. De minor Welzijn en Gezondheid in Wonen, Werk, Leven en Spelen gaat over het bevorderen van gezondheid bij mensen daar waar ze zijn. Namelijk daar waar ze wonen, werken, leven en spelen. Het belangrijkste element in deze minor is de praktijkopdracht. Een voorbeeldopdracht is bijvoorbeeld probeer jongeren in deze wijk meer aan het bewegen te krijgen. En daarbij leer je van hey, wie ben ik als professional? Wat is mijn deskundigheid? Hoe werk ik projectmatig? Maar ook wat is gezondheid? En hoe bevorder ik gezondheid? En welke methodieken kan ik daarvoor gebruiken? De minor is in eerste instantie geschreven of opgesteld voor studenten verpleegkunde en social work. Omdat zij zich echt bevinden op het snijvlak tussen gezondheid en welzijn. En zij ook echt steeds meer moeten leren samenwerken aan die gezondheid. Want gezondheid en welzijn hebben zoveel met elkaar te maken dat je elkaar eigenlijk gewoon keihard nodig hebt. Hier moeten we heen. We moeten samenwerken aan het bevorderen van gezondheid. En dat is niet alleen omdat wij dat een interessant thema vinden. Maar we komen steeds meer tot de conclusie, we kunnen wel wachten tot mensen ziek worden en problemen krijgen. Maar we kunnen het beter voor zijn. Het is heel leuk om deze minor te volgen, omdat je niet alleen dingen leert over jezelf. Wie ben jij zelf als professional? Wat is jouw deskundigheid en wat kan je inbrengen in een samenwerkingsrelatie? Maar je kunt ook daadwerkelijk iets betekenen voor mensen in de wijk en voor een organisatie.